Jullie hebben het ook gelezen? Ja, dat weet ik zeker. Zeker hebben jullie dat gelezen. Oh, die Mark Rutte. Ja, want die is bezig hè, met die gemeenteraadsverkiezingen. Dus overal. AD en Jinek en weet ik veel. En hij ging dus eventjes. Had natuurlijk allemaal teksten meegekregen van zo'n PR-figuur. Weet je wel, van de VVD. En die zegt: nou, ga jij maar vertellen, Mark, dat Nederland zo'n gaaf land is. Ja, dat we ook een leuk land zijn. Weet je wel, dat horen de mensen graag. Nou. Dus die Mark gaat dat allemaal doen, je bent veel te druk. Maar dat is zo verschrikkelijk daarnaast. Wat je gedaan hebt en wat je gezegd hebt, dat slaat zo helemaal nergens op. Ja, hoezo is Nederland nou zo verschrikkelijk gaaf? Is het gaaf dan om de toeslagenaffaire te hebben? Is dat dan gaaf dat je een toeslagenaffaire hebt? En dat duizenden en duizenden mensen in de verdrukking komen. Is dat dan gaaf? Is het gaaf dan ook om te zorgen dat je een politicus, zoals die Omtzigt, dat je die probeert weg te werken? Is dat dan gaaf? En dat je er een jaar over doet met bakkeleien om eens een keer een regering te vormen? Is dat gaaf? Nee toch, Mark, dat is toch absoluut niet gaaf? En Nederland is dan, volgens jou, zou dan ook een lief land zijn. Wat is er nou lief aan dat mensen ambulancepersoneel bedreigen en politie in elkaar slaan en in de treinen tegenwoordig? Ja, 20% meer zijn reizigers met elkaar in gevecht. Hé, is dat dan lief of gaaf? En dat ze ook treinpersoneel in elkaar slaan. En heb je laatst over gaaf en lief gesproken, Mark, dat gelezen van die pakketbezorger die in Hoogvliet. Die bezorgt een pakketje en die krijgt ruzie met iemand over een pakketje. En die eindigt dan zwaargewond in het ziekenhuis. Is dat dan gaaf? En is het dan ook nog gaaf, Mark, dat je gewoon de benzineprijzen, die vliegen door het plafond. De energieprijzen, mensen die zitten gewoon in de kou, in huis. Wat dacht je van de gasprijzen? Mensen kunnen het gewoon niet betalen. En allemaal dat soort dingen. Personeelstekort in de ziekenhuizen. Is dat dan gaaf? En dat hele beleid rond corona was ook niet geweldig. Is dat dan allemaal gaaf? Adel op, Mark. Nederland is helemaal niet zo verschrikkelijk gaaf land en al helemaal niet lief. Zeg dat soort dingen niet. Nederland is gewoon, dat had je moeten zeggen. Nederland is gewoon een leuk land, maar wel met aardig nog wat mankementen.